Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 17 april. Het is een mooie dag vandaag met flinke zonnige perioden. Wel trekken er sluierwolken over en dat is ook goed te zien op deze satellietfoto. Die sluierwolking is wel vrij dun en dat betekent dat de zon er goed doorheen komt. De temperatuur is dan ook vanmiddag opgelopen naar zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond daalt de temperatuur weer en rond zonsondergang is het zo'n 15 graden. Er waait dan een zwakke, lokaal nog matige wind uit zuidelijke richtingen. Vannacht is het heel rustig weer met brede opklaringen. Het kan een klein beetje nevelig worden. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 graden en de wind begint al naar het zuidoosten te draaien. En morgen wordt het dan een stralende dag, een zonovergoten dag, met temperaturen die oplopen naar de 20 tot 26 graden. Er is duidelijk minder sluierbewolking aanwezig. De wind waait, zoals gezegd, uit het zuidoosten en draait later nog wat naar het oosten. In de middag is er wel kans dat er vanaf zee een zeewind op gaat steken. En met name op de stranden is dat waarschijnlijk te merken. Dan koelt het sterk af, want het zeewater is nog maar zo'n 6 tot 8 graden. En dan de dagen erna, donderdag, dat wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week, met lokaal 26 tot 28 graden in het binnenland. Ook dan kan er in de middag aan zee wel weer een zeewind opsteken. Want de wind waait over het algemeen uit het oosten. Vrijdag draait de wind naar een meer noordwestelijke richting. De temperaturen lopen dan iets minder hoog op. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Misschien dat het in Limburg nog 25 graden kan worden. En ook zaterdag is er gewoon veel zon. Alleen de temperatuur die is met 16 tot 20 graden duidelijk iets lager. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een paar mooie dagen.